In aansluiting op de geschreven introductie over onregelmatige maatsoorten, hierbij een basisoefening van een 7/8 maat. Ik verdeel de 7 tellen van de maat in 3 stukjes, 2 stukjes van 2 tellen en 1 stukje van 3 tellen. De verdeling van de maat is 2, 2, 3. Dus dan krijg je 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Dus eerst de 2 keer de 2 tellen en dan 1 keer de 3 tellen. We beginnen met het laatste segment van 3 tellen. En de basis daarvan is de puls. We bewegen daarbij onze hand. En die beweging is nodig om jezelf in het gareel te houden. Als je beweegt, zorg je dat die puls strak blijft. Ik zet de puls in een loop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De klap valt op tel 1. Maar om die klap voor te bereiden, moet je op tel 3 al je handen uit elkaar doen. Het gaat zo. 1, 2, 3, 1. Als we gaan oefenen, tel ik 3 tellen vooraf. En op die derde tel gaan de handen dus al uit elkaar om je voor te bereiden op de 1. In een langzaam tempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ietsje sneller. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je merkt, als je sneller gaat, worden je bewegingen kleiner. Hoe sneller je wil, hoe kleiner je bewegingen moeten worden om het tempo bij te houden. Nu gaan we naar het begin van het patroon 2 keer 2 tellen. Het principe is precies hetzelfde. Een klap op de eerste tel, de puls en de voorbereiding van je klap op de voorlaatste tel. En dat is de 2. Dus dan krijg je, als je 2 tellen vooraf telt, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Je merkt ook hier doe je de puls op deze manier. Ik tel 2 vooraf, ietsje sneller. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. We gaan nog ietsje sneller en dan tel ik 4 tellen vooraf en niet 2. En dan betekent dat op de 4, dus je handen open gaan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. We hebben nu de 2 en de 3 apart in een loopje gedaan, maar het wordt nu tijd om dat aan elkaar te plakken tot die 7/8 waar het allemaal om begonnen is. Dus 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Ik tel 3 tellen vooraf, want het is gebruikelijk om het laatste segmentje van de maat te gebruiken om vooraf te tellen. En dan doe ik eerst een rondje met alleen de puls. En dan begint het met klappen en je handen open op de tel voor de klap. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. We gaan het ietsje langzamer doen om het nog iets exacter te krijgen. We doen niet meer de puls vooraf. Ik tel tot 3 en dan begint het gewoon met klappen. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1,
1, 2, 3. Weer ietsje sneller. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 2, 3. De introductietekst is al toegemaild en die staat ook hier onderaan het filmpje. Succes!